Dit is echt iets wat u nu moet gaan doen. Wat zou u als prioriteit mee willen geven? U bent trouwens langs geweest, ik ben informateur. Uh, mee willen geven als voornaamste prioriteit? Nou, ik vind het moeilijk om één prioriteit eruit te pakken. Maar voor wat betreft de overheidsfinanciën is het zo dat er een aantal echt grote kostenposten op ons af gaan komen. Het kabinet erft. Een, overheid, zeg maar een overheidsbegroting die heel netjes op orde is. Laag tekort, lage schuld. Maar de onderliggende uh, tendensen zijn uh, duidelijk in de richting van hogere rentelasten, uh, hogere vergrijzingslasten, uh, klimaatkosten die zullen gaan toenemen. Zorgkosten. Enzovoort. zorgkosten Dus beperk de oploop van het tekort tot 2%. Dat is ook ja, in lijn met het advies van de studiegroep uh, begrotingsruimte. Probeer. Onder die 2% wel degelijk de ruimte te vinden om een aantal van dit soort knelpunten hè, met uh, investeringen weg te nemen. Investeer ook vooral in de woningmarkt. Want ik denk dat heel veel chagrijn van heel veel mensen toch op dit moment te maken heeft hè, met de manier waarop de woningmarkt uit het lood uh, is, uh, is geslagen. Denk inderdaad kritisch na over welke type welk type uh, migratie wil je wel hebben en welk type vind je toch minder nuttig uh, voor. Een economie die gekenmerkt wordt door, uh, door schaarste in alle richtingen. Ja, en dat zijn dus keuzes. Keuzes die niet de overheid zelf moet maken. Hè? Ik geloof niet in een overheid die winnaars en verliezers moet aanwijzen. Maar de overheid is wel gewoon marktmeester. En moet regels stellen, en moet die regels handhaven. En dan zult u zien dat ondernemers. Onder deze regels vanzelf hun keuzes gaan maken? Als ze we weten wat, wat wel en wat niet kan, en als dat voor de langere termijn vaststaat, uh, neem ik aan. U zei begrotingsruimte, al dat is een mooi eufemistisch woord. Ik hoorde getallen van 17 miljard, zal dat toch echt wel bezuinigd moeten worden? Dat heeft u volgens mij op tafel gelegd samen met het CPB. Had u het gevoel dat de, 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 de onderhandelende partijen de boodschap hebben ontvangen? Nou ja, ze kunnen hem in ieder geval niet hebben misverstaan, laat ik het zo zeggen. Ja, maar hebben ze hem ook echt, echt geïnternaliseerd, zal ik uh, maar zeggen? Nou ja, dat zal moeten blijken. Kijk, ik begrijp dat de inhoudelijke gesprekken nu gaan uh, mm. beginnen. Dus ik wacht ja, denk ik, met evenveel spanning als u de uitkomsten hiervan uh, af. Ja, kijk, als ze het niet geïnternaliseerd hebben, als je, dat betekent dan dat je elke buffer ten aanzien van de 3% kwijt bent. Dus dat betekent bij het eerste zuchtje tegenwind. Zul je door de 3% gaan? Dan gaat Brussel je conform de nieuwe begrotingsregels een dwingend begrotingspad opleggen. Ik denk dat geen van de vier partijen dat een heel aantrekkelijk uh, alternatief vindt. En met onze groeivooruitzichten van de economie, uh, betekent een tekort van 2% ook ongeveer dat de staatsschuld gaat oplopen en zich gaat stabiliseren, iets van rond de 60%. Uh, procent. Ik denk dat dat ook een heel goed streven is voor een economie als de Nederlandse. Maar verder dan dat zullen we het niet moeten laten komen. En is er vertrouwen in dat het goed komt? Uh, ik wacht af. Ik ben uh, positief gestemd. Uh, ik heb vertrouwen totdat het vertrouwen uh, geschaad wordt. Dus uh, ik wacht eerst gewoon de uitkomst af. Ik wil één ander dingetje.